Het is belangrijk dat docenten en studenten regelmatig worden getraind om te kunnen omgaan met het pesten en plagen van jongeren uit de LGBT-gemeenschap. Dit zei Omaira Tulsi, directeur van New Monday, vanmorgen tijdens de evaluatiesessie van het bewustwordingsproject dat de organisatie het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Uit de evaluatie is gebleken dat het project voor herhaling vatbaar is, zegt Tulsi. We zijn heel tevreden. Iedereen was heel open om te leren, nieuwe informatie tot zich te nemen. Er werden goede vragen gesteld. En daarnaast, als we ook kijken naar het evaluatieformulier dat ze hebben ingevuld, hele positieve reacties. Dat hun kennis vergroot is over genderdiversiteit. Dat ze beter weten hoe om te gaan als ze dat tegenkomen. Maar ook dat ze graag nog meer willen leren. Dus eigenlijk heel positief ervaren is door de docenten. We evalueren over het project Stoppen met pesten op scholen op basis van genderdiversiteit. En wat we vandaag doen is kijken welke resultaten hebben we behaald. Onder andere 23 scholen in Suriname waarvan de docenten getraind zijn. Met ook een verspreiding waarvan 6 in de districten en het overige deel in Paramaribo. Maar ook hebben we radioprogramma's uitgezonden over het thema, studenten getraind en ook jongeren van de LGBTQ+ gemeenschap. En we hebben nu vandaag gekeken, wat zijn die resultaten, hoeveel zijn dat? En we zijn nu aan het kijken hoe we daar gezamenlijk vervolg aan kunnen geven. Het ligt in de bedoeling om met de verkregen resultaten uit de evaluatie een vervolgproject te organiseren. Hierbij zal er getracht worden te werken met meer organisaties om ook hun kennis en vaardigheden uit te breiden. We willen graag een vervolg geven aan het project. Dus we zijn nu met eigenlijk allemaal betrokken personen die of de training hebben gevolgd of bijvoorbeeld de radioprogramma's hebben deelgenomen aan het kijken. Hey, wat kunnen we doen om vervolg te geven aan het project, het scherper te verbeteren. En te kijken wie we daarbij kunnen betrekken om nog meer bereik te hebben eigenlijk. De evaluatiesessie werd afgesloten met het presenteren van de resultaten aan het publiek, gevolgd door een informele netwerksessie. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Canada for Local Fund Initiatives, de United Nations Development Program, UNDP, de Human Rights Center en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.